Je zou het niet zeggen. We staan hier op de Brink in Onstwedde. Een van de oudste plekken, eeuwen oud. Maar ook staat hier eigenlijk het meest trieste monument dat je maar kunt denken. 24 namen staan er op die lijst. 24 namen van mensen die onder normale omstandigheden niet aan hun eind waren gekomen. En daarom staat dit monument hier met in grote letters nooit meer. Zo willen we het nooit meer. Aan de andere kant staat er ook een steen in het voetstuk waarop staat misschien is er hoop, puntje, puntje, puntje. Ja, dat is een verhaal op zich. Want eigenlijk waren we van plan om een gecombineerd Joods-Nederlands monument ervan te maken. Met een kruisteken en een Joden-Davidster. Dat werd ons echter afgeraden door dokter Hamburger in Groningen, een kenner van de Joodse cultuur. Hij zei, dat moet je niet doen, dat komt niet goed aan. En zo zijn we erop gekomen om een voetplaat te maken waarop een Joodse tekst uit Klaagliederen van Jeremia staat. En eigenlijk is het strijdig. Aan de ene kant zeggen nooit meer. En op de voet zetten, misschien is er hoop. Ja, dat is het tegenstrijdige eigenlijk van deze plek en van dit monument. Aan de ene kant zou je elke keer als je die 24 namen leest nog in tranen uitbarsten. Aan de andere kant, elk jaar vier bij namelijk komen we hier massaal bij elkaar. En dan voelen we een sterke verbondenheid. Een blik gericht op de toekomst, gericht op nooit meer. Ook in het achterhoofd, ja, nooit meer. Het zal wel moeilijk worden, maar misschien is er hoop. En die hoop, die houden we heel erg goed vast. Ja, dit monument. Eigenlijk heel merkwaardig hoe het tot stand gekomen is. Want pas in 1988 werd hier voor het eerst de 4 mei herdenking gehouden. En wie was in wezen verantwoordelijk dat het monument er kwam? Ene Hendrik Haan. Hendrik Haan van de Vossenberg. Ja, inderdaad. Hendrik Haan van de Vossenberg was een broer van Harmannus Haan, wiens naam hier op de lijst staat. Hij heeft eigenlijk zijn hele leven eronder geleden, Hendrik, dat die eigenlijk verantwoordelijk was, hoewel niet in directe zin, voor de dood van zijn broer. Hendrik was namelijk heel actief in het verzet. En hij stuurde mij in 1985 een berichtje. Kan er in Onstwedde nou niet een centraal punt komen waar we één keer in het jaar de bevrijding, maar ook de herinnering aan de gestorvenen in de oorlog herdenken. En zo is dit gedenkteken tot stand gekomen. Ja, nog een extra element is er bij, want hier aan die kant is een koker ingemetseld waarop Jan Wakker, de oud machinist van de dorsmachine, in prachtige letters op perkament de 24 namen geschreven heeft die hier op de lijst staan. Ja, nooit meer. Misschien is er hoop. 24 namen van Onstwedders die, als er geen oorlog geweest zou zijn, nog in leven geweest waren in 1945. Ja, maar dit monument is en blijft een teken van verbondenheid, opdat wij niet zullen vergeten. Nu niet, nooit niet.